Hi, welkom. De masterclass game over. Speel het spel volgens je eigen spelregels en jij gaat winnen. De masterclass is er voor millennials die willen stoppen met twijfelen en daadwerkelijk keuzes willen gaan maken om voldoening en plezier op lange termijn te ervaren. De masterclass is er ook voor millennials die zichzelf op nummer 1 willen zetten en daarmee dus ook liefdevol scheid hebben aan de mening van anderen. Want op dit moment loop je door een aantal redenen vast aan jouw leven. En op de eerste plaats wil je heel veel, alleen weet je niet precies wat. Op de tweede plaats heb je een overvolle agenda met een sociaal leven, werkleven, sport, hobby's, vrije tijd. Je wil alles doen en je wil ook nog alles goed doen. Op de derde plaats hecht je superveel waarde aan de mening van anderen. Waardoor dat je het gewoon lastig vindt om voor jezelf te kiezen, om eigen keuzes te maken. En op de laatste plaats vind je het ook wel vervelend om fouten te maken. Want je ziet een fout gewoon als falen. En falen, ja, dat betekent dat je niet goed genoeg bent. Alleen, ik kan je één ding verzekeren. Als jij besluit om op deze voet verder te gaan, dan zal er niks veranderen in jouw leven. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Maar als jij nu besluit om iets te gaan veranderen in jouw leven, als jij besluit voor jezelf te gaan kiezen, dan ga je daadwerkelijk dingen veranderen. Want als je gaat kijken naar de huidige samenleving waarin wij leven, dan zie je dat millennials opgevoed worden met het idee dat alles mogelijk is. Er wordt alleen niet bijverteld dat ook alles een prijs heeft. Alleen door één simpele denkverschuiving kun jij dit los gaan laten. Ten tweede zie je dus ook dat wij opgevoed worden in een meerkeuzemaatschappij. Alles is een overvloed aanwezig, waardoor dat mensen het gewoon steeds lastiger vinden om keuzes te gaan maken, want per definitie zijn ze ongelukkiger met de keuzes die ze maken. Wat zie je daardoor? Mensen gaan niet kiezen. Maar door enkele simpele principes toe te gaan passen, ga jij leren kiezen en daarmee leer je dus ook om je vast te houden aan de keuzes die je maakt. Kijk daarnaast naar de online wereld. Iedereen is altijd verbonden met elkaar en mensen gaan zichzelf meten met de buitenwereld. De buitenwereld schetst een beeld, een standaard van perfectie, succesvol, noem maar op. Het ziet er allemaal geweldig uit. Alleen die standaard die bereikt bijna niemand, want het is een illusie. En daardoor zie je dat mensen nooit tevreden zijn met wie ze zijn en wat ze doen. Want het kan altijd meer en het kan altijd beter. Maar door één simpel principe toe te gaan passen, leer jij tevreden te zijn met wie je bent. En leer je tevreden te zijn met de dagen die je hebt. En als laatste zie ik ook in de maatschappij, en hoor ik vaak van mensen, van millennials, dat ze een hoge druk ervaren. Enerzijds heb je de werkdruk, het stuk presteren. En anderzijds heb je de sociale druk. Het erbij moeten horen. Mensen willen zo graag overal bij zijn, aan alle verwachtingen voldoen, prestaties leveren, noem maar op. Allemaal ten koste van zichzelf. En ze zetten zichzelf daardoor op de tweede plaats en dat zie je terug in de cijfers uit onderzoeken. Want als je gaat kijken naar de cijfers, de burn-out cijfers, of in ieder geval burn-out klachten, 17% van de mensen onder de 35 jaar kampt met burn-out klachten. Dat komt neer op 240.000 mensen. Tel daarbij op dat 1 op de 5 mensen in zijn leven ooit een depressie doormaakt. En dat 60%, maar liefst 60% van de mensen tussen de 25 en 35 op dit moment veel stress ervaren. Stress gerelateerd aan enerzijds de werkdruk en anderzijds de sociale druk. Als je beseft dat veel stress een oorzaak kan zijn van een depressie en een burn-out, dan weet jij hoe de toekomst eruit gaat zien als deze cijfers door gaan zetten, als deze trend door gaat zetten. En daarom wil ik dat jij naar de masterclass komt, game over. Want als jij vandaag besluit om jezelf op de eerste plek te gaan zetten, dan gaat jouw leven veranderen. Dan ga jij op de lange termijn voldoening, vrijheid en plezier ervaren. Daarom nodig ik je uit om 2 september naar de Masterclass Game Over te komen. Meld je onderaan op de button en ik zie je 2 september. Tot dan, doei!